Als onderdeel van zijn bezoek aan Nederland verzorgt president Chandrika Prasad Santokhi op vrijdag 10 september de Anton de Kom lezing 2021 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Het verspreiden van het gedachtegoed van Anton de Kom en grotere bekendheid geven aan zijn werk is het belangrijkste doel van de Anton de Kom Stichting in Nederland. Deze werd in 1985 door de familie opgericht en is sinds vorig jaar is Karel Harnack de voorzitter. Hij vertelt meer over de achtergrond van deze lezing. Anton de Kom is voor de mensen in Suriname, voor de Surinamers in Nederland natuurlijk vooral iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan een anti-koloniale blik op de geschiedenis van Suriname. In Nederland is de Kom natuurlijk ook, en dat komt er gewoon bij, bekend als verzetstrijder, als iemand die een bijdrage heeft geleverd aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En vandaar ook dat het Verzetsmuseum deze lezing hier organiseert. En heeft u al een idee wat de insteek zal zijn van president Santokhi, of is dat allemaal nog een verrassing? Ik ben zeer benieuwd, moet ik u zeggen. Ik heb geen kennis van de inhoud van zijn lezing. Maar ja, we kijken met veel spanning uit naar wat hij ons vertellen gaat aanstaande vrijdag. De bekendheid van Anton de Kom is sinds het vorig jaar enorm toegenomen in Nederland, doordat hij als eerste Surinamer werd opgenomen in de kanon. De kanon gaat over culturele en historische belangrijke onderwerpen die in het Nederlandse onderwijs worden opgenomen. Ook het opnieuw uitbrengen van zijn boek Wij slaven van Suriname kreeg veel belangstelling. Harnack verwacht uiterlijk begin 2022 een Engelse editie van het boek. En dat zou betekenen dat we naast de Nederlandse, een Duitse, een Spaanse editie ook een Engelse editie hebben, waardoor het gebied dat Wij slaven van Suriname bestrijken zal nog groter zal worden. Want er is ook vanuit Amerika heel veel belangstelling voor de rol van de Kom als anticoloniaal auteur en als verzetstrijder. Een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is het aanpassen van de statuten van onze stichting. Het herformuleren van de doelstellingen. En wij willen natuurlijk het liefst dat alle kinderen op school leren over Anton de Kom. En iedereen ook zijn boek leest. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar geldt ook daarbuiten natuurlijk. De Anton de Kom lezing is een initiatief van het Nederlandse Verzetsmuseum en Dagblad Trouw en vraagt aandacht voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie, als ook voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving. De lezing zal ook via livestream te volgen zijn om 3:00 Surinaamse tijd. Het volledige gesprek met Karel Harnack kijkt u terug op onze YouTube-pagina en Facebook.